Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag een informatiesessie georganiseerd in verband met de aanpak van het wegennet nabij Nieuwehaven en de brug aan de Van het Hogeruitstraat. Jerry Korenaar, projectmanager van het ingenieurbedrijf Soncon, zegt dat de voorbereidingen in volle gang zijn. We are now in the preparation phase of the project, which means the final designs are going to be drafted, including all the studies related to the final designs. And we will have to end up with bidding documents. An approximate 8 months has been targeted for this phase. Then we will have the project tender for 2 months and then the execution period of 24 months. Where I need to note that at the moment, simultaneously, a pre-qualification round is being implemented. And some entities here, sitting here, have already acquainted the dossier, the pre-qualification dossier, and CT will give some details on the dossier later on. Right? But this is the overall time frame of the project. Korenaar merkt verder op dat er ruim 8 maanden zijn uitgetrokken voor het eerste deel van uitvoer van dit groot project. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat de vooruitzichten nu goed zitten. U kent het wel bekend IDB-project OW. Dat gaat om verbetering van de Van Hogeruitstraat en de Nieuwe Haven. En de, zeg maar de welbekende 6 wegen en 6 brug die moet komen. Ook bij de Van Hogeruitstraat en de hele omgeving wil een campagnestraat waar de riolering, de wegen, de brug worden verruimd, verbeterd. En de moderne verkeerslichten komen state of the art, waardoor het heel verkeer soepeler moet gaan. Rond de Nieuwe Haven. Dus het heeft 2 karakter. 1, de verkeersstroom naar de Nieuwe Haven, die grote containers, moet vrijgaan. Men moet niet meer gaan parkeren op de bermen. En 2, dat u kende de klacht van de bewoners van Kommerwijnen vooral, maar ook van Wanica en zo over de lange files. Dat moet verholpen worden. Niet 100%, maar er gaat een grote verlichting komen in het geheel als het project start. En vandaag is het moment dat de contractors, nationaal, internationaal, hier aanwezig in de zaal en de informatie hebben gehad voordat ze hun finale inschrijving gaan doen in de brievenbus. De minister stelt dat potentiële projectuitvoerders zich al eerder hebben aangemeld en vandaag de gelegenheid kregen om alle vragen te stellen. De aanpassingen zullen plaatsvinden bij de wegenbouw, de riolering en de waterproblematiek.